ahora estamos en Villa Joyosa. In het Nederlands, we zijn nu weg. Nee, dat is niet het Nederlands. We zijn nu weg uit... Hallo, kijkers. Dag, lieve familie, vrienden en kijkers. We zijn nu 2 weken... Dag, kijkers. We zijn... Ja, en dan zeg je wacht even. Ja, omdat ik verkeerd klikte. Dag, familie, vrienden en kijkers. We hebben na bijna 2 weken het drukke en gezellige Benidorm achter ons gelaten en rijden nu verder naar het zuiden. We zijn benieuwd wat we gaan tegenkomen. Jullie ook? Even zeiken hoor. We zijn klaar met eten. We hebben 1 uur moeten wachten op ons eten. Aardig zijn ze niet echt. En het regent. En ik heb het zo koud. Koud, koud, koud. We moeten alleen maar gaan plassen. We gaan iets cultureels doen vandaag. We gaan een museum bezoeken. Ja. Dat was leuk in het museum. Not. Het was al helemaal uitverkocht, zeg maar. Staat er een machine? Ja. En de volgende Engelse tour is pas zaterdag om 10 uur. Dat gaan we niet doen. Dus zijn we naar de shop gegaan. En Jorn kon zijn lol op. Uitzicht hebben we vandaag. De deur gaat open. Wow, beetje veel zon. Goedemorgen deze maandag. Heerlijk rustig aan het strand. Playa Paradis. Thank you.
Dit is een Hesperos, het oranje lentefruit van de Costa del Sol. We zagen deze in Qualalest en we hebben daar een likeurtje van Hespero geproefd. Ze hadden ook marmelades en ingemaakt in Hespero. Nu ga ik kijken hoe deze vrucht er van binnen uitziet en proef hoe deze vrucht smaakt. We gaan hem eerst schillen. Hier is die geschild. Ik ben benieuwd. Lichtzuur. Jorn, ja. Heb je mondkapje op? Oh. Dat hoeft niet meer vanaf vandaag. Dus. Alleen. Kunnen we vrij ademen in de supermarkt. Iedereen heeft nog een mondkapje op. Ja. Behalve wij. Behalve wij. En wat neemt Jorn als lunch? Broodje. Broodjes van de Mercadona. Lekker wit. Eens? Nee, ik heb nog. Zo doen we dat. Zelfvoorzienend zijn. 2 emmertjes water halen. Oh nee, 3. Sloebers zijn we. Nee hoor. Nee, we zijn geen arme sloebers. We maken gewoon gebruik van de opties die er zijn. Die berg zien we overal in Benidorm en Via Gioja. Jorn is lekker aan het poetsen op een soort van bruggetje waar hij ook bij het dak kan. En waar doen wij dat? Op de plek Distripark, zien jullie dat? Daar hebben wij eerder een paar nachten geslapen, gratis. En daarboven zien jullie een toren. Daar zijn we naartoe geklommen. Daar achter de flats, daar heb je het strand. En we zijn nu bij de blauwe walvis aan het wassen. En de fietsen staan daar. Kijk, we gaan ook weer aan de slag na het wassen met de Eurowax. Ja, ja. De Eurowax. En ik help ook mee. Zo, de bus is weer schoon. Niet van de binnenkant, maar wel van de buitenkant. Bij de wasstraat en daarna nog in de was gezet. Dus.